vandaag de laatste dag van het jaar. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Vorige week was best wel een drukke week. Kerst, dagje Antwerpen, boxing influencer. Nou, er is best wel veel gebeurd of best wel veel gebeurd in die week. Vandaar dat die vlog ook wel langer was dan normaal. Ik ben dus nu mijn vlog aan het editen en ik was dus te laat. Ik wil dus echt elke woensdag om 7:30 klaarstaan met een video. Daar ga ik nu ook echt beter aan houden. Deze week gaan jullie misschien wat nieuwe woonaccessoires te zien krijgen van mijn huis. Verder schiet er niet heel erg veel op. Ik ben zelf best wel sloom met het inrichten van mijn huis en mensen inhuren om dingen in elkaar te zetten. Ik wou dat ik zelf even wat handiger was. Want er staat ook echt al een maand lang een badkamerkastje voor me klaar. Die nog steeds in elkaar gezet moet worden en opgehangen moet worden. Nog steeds niet gedaan. Mijn gordijnen, die heb ik pas gisteren helemaal in orde gebracht. Dus pas over drie of vijf weken komen die binnen. Ik heb al wat nieuwe dingetjes hier en daar. Dat zal ik jullie morgen laten zien. En vrijdag is het alweer oud en nieuw. Wojo, echt. De tijd is zo snel gegaan. Of het jaar is echt voorbij gevlogen. Het is vandaag... Oh ja, het is vandaag donderdag. En ik kom net even van de gamma vandaan. Want ik heb bij Click & Collect een leuke lamp besteld. Voor in mijn keuken. Eindelijk. Eindelijk een lamp voor in de keuken. Want... ja, hier ben ik nou helemaal klaar mee. Ik heb dus deze lamp gekocht. En dan hangt hij dus, kijken, zo aan het plafond. Ik heb nog steeds geen kledingkast. Dus als tijdelijke oplossing heb ik even van die, hoe noem je dat ook weer? Ja, heb ik gewoon een opbergrek gekocht. En die ga ik dus even in elkaar zetten. Als het me lukt om in mijn eentje zoiets in elkaar te gaan zetten. Nou ja, we gaan het zien. Kijk, ik heb dus dit even gehaald bij de blokker. Ik vind het er eigenlijk nog best wel leuk uitzien zo. En dan is het de bedoeling dat ik even hier mijn kleding op ga leggen. En ik heb laatst van die hele leuke tafeltjes heb ik besteld bij de Weekamp. Die staan dus naast mijn televisie. Kijk, dit tafeltje. Echt heel erg leuk. En daar heb ik gewoon een beetje spulletje, accessoires op staan. En deze, waar ik eindelijk mijn prachtige bloemstuk op kan zetten. En deze twee, die horen dus bij elkaar. Maar ik heb het nu even zo staan. En ik heb een hele leuke lampenkap besteld. Ik heb nu een taupe-achtige lampenkap besteld. Nou, ik vind het echt super leuk staan. Kijk, het begint nou echt wel iets te worden. Zo, mijn woonkamer. Mijn lampen die worden vandaag verwisseld, want ja, vrijdag ga ik oud en nieuw vieren hier. Dus dan wil ik wel dat het een beetje fatsoenlijk uitziet. En die is stuk gegaan. En dan mijn keukenlamp die vervangen wordt. Verder, oh ja, en die leuke portretten die ik van die heb gekregen, die moet natuurlijk ook nog opgehangen worden aan de muur. Deze. Echt super schattig. Dus deze wil ik dan daar ophangen, een beetje naast mijn wijnrek. Ik moet het echt zelf doen. Maar, oh wat erg. Ik schaam me gewoon dat ik gewoon niet weet hoe dit moet. Ik krijg echt gewoon zieke error van dit. Oh, ik vind het zo kut. Maar ik moet het toch echt gaan proberen. Ik moet toch iets kunnen in mijn leven. Kijk nou hoe prachtig mijn lamp. Oh, ik ben er zo blij mee. Staat echt zo chic bij mijn tafel. Love it. Waar hangt mijn keukenlamp? Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel echt een schatje hoor. Leuk ook. Met dat effect zo daarboven door het glas. Ja, echt zo blij mee met mijn lampen. Echt blij mee. Nou, het is toch wel al aardig gelukt. Nou moet ik wel zeggen dat ik net een beetje ben geholpen hoor. Door degene die mijn lamp heeft opgehangen. En als hij hier niet was, dan, dan was het niks geweest. Maar het begint al, het komt wel erg.
Ik sta nu zelfs in mijn onderbroek. Zo warm heb ik het gewoon om even dit ding in elkaar te zetten. Nou, daar staat hij dan, mijn tijdelijke kledingkast. Ik heb het alleen niet heel erg recht gemaakt, maar het interesseert mij geen hol. Nu kan ik al die kleren die ik in die zakken dus hier heb gestopt, die kan ik dus nu even hierop leggen. En dat scheelt dan dat ik al die benden zeg maar niet heb. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat dit ding staat. Dat scheelt me weer een hoop troep in mijn kamer. Maar ja, mijn kamer is ook echt lang niet af hoor. Want zoals jullie weten heb ik gewoon nog een kledingkast nodig, een mooie. Heel erg leuk om deze kant van de muur een kleur te geven. Dat geeft ook net wat meer sfeer. Of die kant een kleur. Wat denk jij? Laat maar even weten, want ik weet het niet. Hallo, het is vandaag de laatste dag van het jaar. Oftewel, het is 30 december. Is het 30 december? Ik vind het 31 december. Auw! Oh, dat was mijn enkel. Auw. Het is 31 december. Maar oh mijn god. Laatste dag van het jaar. Ik ga met papa en Claire even een rondje hardlopen. Dat doen we volgens mij echt elk jaar. Ik heb een broodje in de magnetron. Dus die haal ik even eruit. Even een broodje pindakaas eten. Vanmiddag komt Niek hier naartoe. En dan gaan we even met z'n allen boodschappen doen. Want we vieren oud en nieuw hier thuis. Ik heb wat mensen uitgenodigd. Ook heel last minute. Echt allemaal 2 dagen of 3 dagen van tevoren. Want ik heb heel lang getwijfeld om hier oud en nieuw te vieren. Omdat ik denk van ja, het is wel mijn nieuwe huis. En er zitten nieuwe spullen in. Maar aan de ene kant dacht ik ja, er is echt niks beters te doen. Dus ik vind het eigenlijk wel heel erg gezellig dat hier wat mensen komen. Zo, gezellig met schoonzusje, boodschappen doen. Schoonzusje? Oh nee. Ja, ik ben toch jouw schoonzusje? Oh. Ik ben heel schoon, ik heb net gedoucht. Wij gaan even boodschapjes doen, want... We gaan zuipen. We gaan helemaal naar de ratten vanavond. Wat een mooi weer. En zei die voor in de airfryer? Ik heb geen idee. Ah. Zo, we zijn even mijn huis aan het verbouwen. Kleed doen we weg, zodat mijn kleed niet vies wordt. Kerstboom zetten we daar neer. Zetten de bank tegen de muur aan. De tafel moeten we ook nog even ergens aan de kant zetten. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben de slingers op aan het lachen. Ah, ben jij van de feestcomité toevallig? Nee. Kommie koffie. Van de avondkroeg, ik ben badwakker. Ik kon er niet, DJ. Nou, we zitten nog even met de familie bij oma thuis om haar een prettig nieuwjaar te wensen. We moesten tegen elkaar boksen. En dan gingen wij met één zo jongen gaan op. En oma die maakt dus echt hele lekkere oliebollen en appelflappen. Die ga ik even aan jullie laten zien. Ga even je oliebollen filmen, oma. Oh, wat wil jij drinken? Lekker. Wat wil jij drinken? Nou, dit zijn dus echt de bekendste oliebollen van oma. Alleen bij ons. Maar dit zijn echt de allerlekkerste oliebollen die oma maakt. Toch? Maar zo was het ook leuk. Ik vond het leuk dat we...
zijn zo lekker krokant aan de buitenkant. Ze hebben niet allemaal leuk. Nee, hè? Ja, niet het zijn de oliebollen. Nee. Mama gaat weer reclame maken, net als met Niek zijn fles toen. Voor de tv aan de achterkant. Ja, dat ziet het er zo in. Je zou wel wat in. Later hebben we nog een keer een banaan gepakt om 7 uur. Daarna het Ik zeg, nee, ik vind je met je Louis Vuitton leuker. Louis leuker, ja? Ja. Ze zegt nee, ik zeg Louis. Jij zegt Loubi. Ik zeg Louis. Loubi, Louis. Broertjes. En ik heb dit jumpsuitje aan. Dit is zo glittery en glamoury. Zo glittery en glamoury. Hey, hey, hey. Make-up zit erop. Oorbelletje in. Jumpsuitje aan. En gaan met die banaan. Bowie. Hier ben. Mooi hoor, zie je eruit. Ben in de house. Als je staat, in de house. Weet je wat je was? Broek van Lara. Louboutin. Je ziet het. Zo. Zo. Ja. Boys. Hey, hey, maatje. Tada. Nog druk bezig in de voorbereiding. Oh, zo leuk. Nog een plakband. Ja, nog een plakband. We hebben hier lampjes op de licht. Dat doet het. Echt heel erg leuk. En we hebben deze ballonnen van de ballonnerie. Ook erg enig. Dit hangen voor me, bij mijn DJ boot. Vlaggetjes. En dit vind ik ook erg enig. Mijn tijgerprint. Van Karin. Hoe noem je dat kleedje? Van Karin gehad, echt lief. Van wie? De moeder van Colin.
Ja. Ja. Zo. Echt die goede DJ. Het is vandaag 2 januari en Nieke en ik zijn eindelijk een beetje tot leven gekomen. Dus het wordt nou eens echt tijd dat we mijn huis gaan opruimen. Het valt nog wel mee, maar kijk, ik moet dit even opruimen. De kerstboom moet weer terug. De bank moet weer naar het midden. De tafel moet even goed verplaatst worden. Al die troep moet opgeruimd worden. Nou, mijn keuken. Dat is ook ontploft. Maar gelukkig hebben we al een klein beetje opgeruimd gisteren. Dus dat scheelt wel. Het was zeker gezellig. Eindelijk even de deur uit. Het is de eerste keer van 2022 dat we buiten lopen. Zo. Ogen zijn gewoon moeilijk aan het kijken. Dat, wat is dit? Daglicht. Oh, wow, licht. Wat is dit? Een lekkere tostietje gehaald. Mm. Wat voor tosti heb jij? Nou, kaaspaddenstoel. Oh, kaaspaddenstoel. Echt lekker. Oh, zo lekker. Nu heb ik spijt. Nog een hapje? Goeie op zit. Op één stoel. We hebben gembershotjes gehaald. Op onze gezondheid. Proost. Nee. Is niet echt een shot. Ik kan het niet in één keer. Godverdamme zeg. Dat valt er wel mee. Nou, dit hoef ik niet. Jawel, dat moet je wel. Dat is hartstikke gezond voor je. Doe het maar wel. Oei. Oeh, prikt het al aan mijn keel. Oh, je bent gek achter elkaar. Oh, jij gaat echt dood. Ik wil wel die ketchupbal likken. Dat je dat ook in één keer doet, video. Als je een goed idee hebt. Het is ook een jamba shot. Het is niet een jamba zippins. Jamba ginger. Ginger. Jamba ginger. Today is gonna be a hard day. Ik zal het één keer niet controleren. Je zit echt te piepen hoor, die pizza is gewoon goed. Ja, ik zit het te piepen. Ik zal wel even een foto opzien hoe die er eerst uitzag. Hoe vind je de pizza? Het ging van een 8,5 in de schappen naar een 4,6 in de realiteit. Nou, dat valt echt wel mee hoor. Nou, eet ze. Ik ga lekker draaien. Doei. Het huis is weer helemaal netjes en Nick en ik gaan weer lekker ontspannen en terug naar onze oude gewoonte. Namelijk, oh, lekker kaasplankje, rood wijntje erbij, chipje erbij, filmpje pakken. Gezellig mijn schatje. Goedemorgen, ik ben lekker bentotheefjes aan het maken. Kijk eens wat een lekker ontbijtje ik voor jou heb gemaakt. Je bent echt de aller liefste vriendin, hè? Ah, kijk, het lijkt net alsof je jarig bent met die vlaggetjes achter jou. Met een wenteltheefje. Kijk, rot. Het lijkt echt lekker hoor. Het is kaneel. Kaneel en suiker. En er zit, ik heb het dus met ei, havermelk, kaneel en suiker. Maar het kwam omdat Niek mij... uitschot voor thee vanochtend in bed. En toen dacht ik, hey, mental thee. Ik zie er eindelijk weer een beetje fris uit. Ik ga zo even met Niek mee naar Breda. En dan gaan we naar zijn zaak. Hij moet even wat pakketjes inpakken. Ik doe mijn snoepje in mijn mond hoor.
En ik ga dan gewoon een beetje mijn vlog editen of zo. Een beetje administratie doen, een beetje helpen. Ja, ik heb geen zin om thuis te blijven, dus ik ga gewoon een beetje helpen. Nou, we zijn weer bij Niek op de zaak en ik ga even aan mijn vlog werken. En Niek moet wat pakketjes inpakken. Dus Niekie gaat even heerlijk een koffietje voor me maken, want ja, we zijn nog steeds een beetje moe vannacht. Lekker koffie. Het is koud, kijk je hoofd. Ja, lieverd, het is koud, hè, schat. We are not made for this weather. Zeg je? We are not made for this weather. No, 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 it's very cold. Cold, cold. We werken aan de winkel, hè. Het is maandag, 3 januari. En ja. We hadden zulke goede voornemens vorig jaar, hè. Dat we multimiljonair zouden worden, hè. Dus dat moeten we wel. Nou, een gedeelte van mijn vlog is klaar. Niek is lekker pakketjes aan het inpakken. Dus we zijn druk bezig vandaag, toch? Ja. Eindelijk een keertje productief. Zo. Niek loopt al de hele dag met die sloffen rond, gewoon alsof het zijn patta's zijn. Nou, anders vind je zo zielig, dan draag ik nooit jouw cadeautje, weet je wel. Krijg je dat weer. Kan jij in ieder geval niet zeggen. We lopen ook echt met heel veel trek de Jumbo in. Dus onze mand wordt steeds voller en voller. Ja, we gaan even de airfryer gebruiken. Die Niek heeft gekregen voor kerst. Wow, je pleurt ook echt alles erin. Ja, wat dan? De helft. Maar is dat niet te veel dan? Nee. Oh. Zo, en dan moest hij op 200 graden, 30 minuten. This looks really nice. This is really nice. Ik heb vandaag verschillende visjes voor je gevangen. Een zalpie, een panga filetje. Je kent het wel. Hier, lekker zien. Kijk eens hier, lekker een zoete aardappel. Ja, ja, ja hoor. Oh, dan gaan we wel lekker smullen. Nieuwe specialiteit, capaciteit. Wij gaan wel echt vooruit hoor, met het eten. Mm. Zeg, de opmaak is ook wel op zijn minst 7,5. Maar die heb ik net geproefd en die is niet zo. Je moet dat opzeggen. Maar ik heb die net geproefd, die was gewoon lekker. Kan niet. Je hebt gewoon nog steeds geen smaak, bedoel je. Ja, daarom ga ik met jou. Een avondwandelingetje maken. Lekker chocomel drinken. Baby's erbij. Zo, je hebt hem al gekanteld, hè? Helemaal gekanteld. Dat tongetje. Wij zijn even een avondwandeling maken in dit park. Hoe heet dit park eigenlijk? Valkenberg. In Valkenberg. En daar hebben ze een heel schattig tentje. En vorige keer stonden hier ook al. Dus toen dachten we, nou, nu hebben we wel weer zin om weer even hier een chocomelletje te halen. Ja, dat is voor de herhaling vatbaar. Vooral de Bailey's die erin zitten. Ja, ik heb met cookie, maar nu heb ik spijt. Ik heb liever die van jou. Mijn stokje? Ja, mag ik? Nee. Ja! Dankjewel weer voor het kijken van deze video. Wij hopen dat jullie het weer erg leuk vonden. En wij wensen jullie allemaal een heel gezond en liefdevol 2022. Oh, je liet net ook al ruimte van me open om te praten. Ja. Ik heb nog steeds een beetje kater. Het gaat allemaal nog steeds niet vanzelf, maar tot volgende week. Doei!